Deze ochtend is iets anders verlopen dan gepland. Kids gaan normaal naar de opvang. Maar de meiden waren zo ziek gisteravond. En eigenlijk vanochtend nog steeds aan het snotteren. Dat ik alleen Jay naar de opvang heb gebracht. En dan ga ik nu eerst even een broodje maken voor ze. Koffie zetten. De kids kunnen lekker hun gang gaan hier. En dan ga ik zo jullie vragen beantwoorden. Er zijn een heleboel leuke vragen voorbij gekomen. Interessante vragen, lieve vragen. En ik ga jullie zo meteen alle antwoorden geven. Alle antwoorden geven. Alle antwoorden geven. Ik heb eindelijk mijn koffie. Ik heb mijn broodje op. Kids, de meiden dan zitten hier naast me lekker een broodje te eten. Jay is naar de kinderopvang. Dit is de eerste keer dat ik eigenlijk gewoon ook settle met de kids. Met de meiden dan alleen, zonder Jay. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind in het co-ouderschap eigenlijk. Dat is iets wat we ook moeten gaan afspreken nog. Dat we momenten hebben met of alleen de meiden, of alleen Jay, of alleen één van de meiden. Weet je, zodat je wat meer tijd met één kind of twee kinderen hebt. Want als ze met z'n drieën zijn, ah man, dan is het chaos. En daarmee kan ik ook meteen de eerste vraag voor jullie behandelen. Dat was de vraag. Ik doe ze eventjes uit mijn hoofd, dus sorry als het niet helemaal correct is, maar ik zet ze ook nog eventjes in beeld. Hoe vind je het om nu alleen als vader, ja, vader van een drieling, dan alleen te zijn met de kids? Ik vind dat soms heel zwaar. En vaak heel leuk. Oké, anders. Toen ik hier net kwam te wonen alleen met de kids, heb ik het best wel een periode best wel zwaar gevonden. Alles moet natuurlijk zijn plek krijgen. Het moet wennen. Je ritme zien te vinden. Kids moeten hun ritme zien te vinden. En ja, je staat er alleen voor. Mijn ouders wonen niet in de buurt. Jongens onder elkaar is toch even net wat anders. Je gaat niet zo snel als mannen onder elkaar. Tenminste, althans mijn vrienden niet dan. Zullen we even met de kids? Ja, het gebeurt gewoon niet zo snel. Dus ja, ik stond er vaak alleen voor. En dat is nu veel minder vaak. Maar daardoor was ik soms niet altijd in de gelegenheid om de dingen te doen met de kinderen die ik zou willen doen. Bijvoorbeeld naar het strand gaan. Je kunt in deze video weer terugzien hoe ik laatst voor het eerst naar het strand ben gegaan met de kinderen in mijn eentje. Maar ik heb dat heel lang gewoon niet gedurfd. Ik heb heel lang zoiets gehad van, oh, straks rent er eentje de zee in of zo. En dan moet ik er achteraan en wat gebeurt er met die andere twee. Dat soort dingen, ja, weet je, het gaat nu allemaal wat makkelijker naarmate ze iets ouder worden. Maar die dingen durfde ik niet. Je kan niet heel makkelijk in je eentje met drie kinderen onder je arm zeggen van, nou, ik ga maar doen wat ik wil doen. Want ja, je moet met zoveel dingen rekening houden. En ja, schat. Je bent lekker aan het eten, hè? Lekker broodje. Papa heeft een verse broodje van de bakker gehad. Oh. En dan deze vraag. Dit is denk ik echt een van de meest gestelde vragen door jullie. En dat waardeer ik heel erg. Ik vind het super lief van jullie. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het na de break-up? Hoe gaat het nu met jullie? Nou, dit is een Q&A van mij. Natasha gaat hier haar eigen Q&A achteraan gooien. Dus jullie kunnen vragen aan haar hoe het met haar gaat. Dus ik ga voor mezelf gewoon antwoord geven op deze vragen. Met mij gaat het na de break-up eigenlijk best wel goed. Ik heb wat meer rust gevonden. Ik heb niet meer zoveel stress van andere dingen waar ik toen de tijd wel veel stress van had. Ja, eigenlijk is het allemaal wel een beetje gezetteld inmiddels. En kan ik zeggen dat het gewoon wel echt goed met me gaat. En ik gewoon happy ben zo. Dan een vraag over de kinderen. Hebben ze het besef dat papa en mama niet meer samen zijn? Nou, Tas en ik hebben natuurlijk een eerlijke verdeling over de dagen met elkaar. De kids zijn de helft van de tijd bij mij en de helft van de tijd bij Natas. En dat wisselt zich om de week.
Ja, we gaan zo naar mama, schat. Wat heb jij in je neus? Kom eens even bij papa. Wat is dit? Eeuw. Ja, eeuw. Ga maar zitten aan tafel. Eten. Ik ga het eten. Ik ga eventjes dit schoonmaken. Gadverdamme. Maar goed, de kinderen krijgen dat natuurlijk mee. De helft van de tijd bij mij, de helft van de tijd bij Natas. En ze wennen bij mij en daarna gaan ze weer naar Natas. En ze wennen bij Natas en daarna gaan ze weer naar mij. Het is natuurlijk een beetje een rompslomp. Alhoewel dat ook wel weer meevalt. Maar je merkt, ik merk vooral dan dat de kids vrij snel gehecht zijn aan Natas. Dat is toch hun moeder. En dat is misschien vanuit de natuur zo geregeld, I don't know. Maar ze hebben wel heel gauw de drang van, ah, Natas. En als ik dan kom, dat ze zoiets hebben van, nee papa, nee, ik wil niet met jou mee. Dus ze weten dat dat niet samen is. Daar is overigens, gaat dat gewoon goed. Zodra ze met mij mee zijn, 5 minuten later zijn ze bij mij thuis, is het allemaal cool. Niks aan de hand, dat is leuk. Maakt het niet altijd even makkelijk, die momenten, want het is gewoon, ja. Het zijn kinderen, ze doen het niet expres, maar het is niet leuk. Maar voor de rest gaat het gewoon goed. Ja! En met zo'n wissel kunnen jij en Natas het nog goed met elkaar vinden. Het gaat niet altijd even goed. We hebben natuurlijk allebei ons eigen leven nu. We bewandelen ons eigen pad nu. En het is gewoon zo dat, ja, je hebt allebei andere manieren van denken of zo. I don't know. Maar dat botst soms. En we hebben wel de kinderen waar we echt gewoon nog mee te maken hebben. Voor elkaar, met elkaar, voor hun en met hun. Dus dat is een soort van verplichte omgang met elkaar. Je zou er misschien voor kiezen anders als je uit elkaar gaat. Dat je niet meer met elkaar omgaat, maar je hebt kinderen. Dus je moet wel met elkaar omgaan. En dat gaat over het algemeen gaat dat vaak goed, steeds beter ook. Maar ja, soms kan ik haar nog wel achter de bank plakken. En ik denk dat ze mij ook soms wel een beetje achter de bank kan plakken. Maar hey, we zijn volwassen mensen en het is de bedoeling dat we daar zo volwassen mogelijk mee omgaan. In het belang van de kinderen. En daarmee ook de volgende vraag meteen. Oh, ik ben on fire, hé. Ik stroom lekker door die vraag heen, alsof ik zelfs huiselijk uit mijn hoofd geleerd heb. Welke afspraak, ja nogmaals, het stond er misschien iets anders, maar welke afspraak vind je het belangrijkst? Of noem één afspraak die het belangrijkst vond met elkaar of zo. En dat is dat we gewoon alles doen, dingen die in het belang zijn van de kinderen. Dus we moeten altijd handelen vanuit het belang van de kinderen. Tuurlijk is ons belang ook belangrijk, want met ongelukkige ouders, ja, wat schieten de kinderen daarmee op? Maar het belang van de kinderen is het belangrijkst. Als ik nu bij wijze van spreken naar Groningen zou willen verhuizen, dan moet ik dat overleggen met Natas. Nou, dan valt er weinig te overleggen, want we hebben gewoon afgesproken dat dat niet gaat gebeuren. Omdat dat niet in het belang is van de kinderen als één ouder heel ver weg woont. Dus dat is maar eventjes een voorbeeld. En met in het belang van de kinderen denken is er ook bijvoorbeeld de vraag nu gesteld van wat hebben jullie afgesproken qua andere partners met betrekking tot de kids? Nou, we hebben afgesproken dat op het moment dat Natas of ik een andere partner krijgt, dat we dat overleggen met elkaar. Of tenminste, dat we dat bespreken met elkaar. We hoeven geen toestemming te vragen of zo, maar het is meer van dat we dat aankondigen of vertellen. Als de kinderen dan in aanraking komen met die partner. En dan is één hele belangrijke afspraak die we gemaakt hebben. En dat is ook iets waar ik nooit vanaf zou wijken. En ik denk dat dat ook niet. Is dat de naam papa of mama komt alleen mij of haar toe. Nieuwe partners die worden geen mama of papa genoemd. En ja, dat lijkt me gewoon een vrij duidelijke afspraak. Ze hebben maar één papa of één mama. Ik ook een mama. Ja, jij gaat ook zo naar mama. Papa gaat jou ook zo naar mama brengen. Ja, dan gaat papa werken. En dan vanavond eten jullie weer bij papa. Heb je poep op gedaan? Ja. Mag ik je zo verschonen dan? Oh, moet ik dat nu meteen doen? Oh boy. Oké, ga maar alvast liggen. Papa gaat je verschonen. Zo, dat hebben we ook weer geregeld. Wat meer betrekking tot de relatie en zo. En het uit elkaar gaan. Want daar zijn toch wel heel veel vragen over binnengekomen. Vinden jullie het moeilijk of vind je het moeilijk als de ander wat leuks doet met de kinderen als jij de kinderen niet hebt? Dat vind ik een hele goede vraag. Het is niet zo dat ik het moeilijk vind. Maar het is wel zo dat op het moment dat je de kinderen niet hebt, dat het dan een beetje ja, gewoon jammer is als je ziet dat de ander wat leuks doet met de kinderen. Wat natuurlijk heel leuk voor de kinderen en voor die ander is.
Maar zoals laatst bijvoorbeeld zag ik op Natasja's haar Instagram dat ze was gaan zwemmen met de kids. Ja, ik kan gewoon niet in mijn eentje gaan zwemmen met de kids. En ik heb niet iemand die 1, 2, 3 met me mee kan gaan om te gaan zwemmen met de kids. Dus dan is het wel jammer om te zien van, ah, ze is wat leuks aan het doen met de kids. Of eigenlijk, ah, ze is aan het zwemmen met de kids. Dat zou ik ook wel willen. Maar dat is voor de rest niks. Dat gun ik haar, dat gun ik de kinderen. En moeilijk is het nou ook niet. Ja? Zou ik wat dieper in willen gaan op de redenen waarom Natas en ik uit elkaar zijn gegaan? Ja. Ik vind het geen content voor dit kanaal. Dus wat is er, liefje? Heb je nog au? Au. Waar moet papa een kusje geven? Jessie viel net echt super hard op Laila. Waar heb je au? Au. Waar heb je au? Au. Waar heb je au dan? Of moet papa jou soms overal kusjes geven? Ja. En op je benen, op je... Klaar zo? Ja. Heb je nu geen au meer? Ja. Oké. Okay. Peppa Pig, ga maar kijken. Heb je al wat gedronken? Ga maar wat drinken. We moeten zo klaarmaken. Gaan we naar mama. Papa gaat jullie naar mama brengen. Kleine draak. Zometeen, niet nu al. Ze staat al in de startblok hoor. Maar nee, ik vind het meer. Ik vind het geen content voor dit kanaal. Dat is ook meteen een lijn naar van, zou je willen stoppen met YouTube? Of hebben jullie er wel eens over nagedacht om te stoppen met YouTube? Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht. Het is ook de laatste tijd heel vaak te sprake gekomen, omdat ik eigenlijk steeds een beetje er meer tegenaan loop. Dat ik zoiets heb van, ja, we belasten de kinderen ermee, of belasten we ze ermee, dat weet ik niet. Maar weet je, wij weten ook niet wat voor effect dit op hun heeft. Straks gaan ze naar school, wanneer is de tijd dat je dan gaat stoppen ermee? Ik zou ook wat meer gewoon mijn eigen leven misschien willen filmen. Of wat meer met sfeerbeelden dingen willen doen. Want dat vind ik gewoon leuk. Video maken vind ik gewoon heel leuk inmiddels. Maar ik ben een beetje klaar met het vloggen. Dus het is wel, ja, wel eens te sprake geweest. De laatste tijd wat vaker dan voorheen. Om te stoppen met YouTube, ja. Suggesties zijn overigens welkom hoor. Als jullie nog interesse hebben om naar mij te kijken. Op mijn kanaal. Naar een soort van deadlife of zo. Laat het gewoon eventjes achter op Dr. Phil. Mijn privé Instagram, want ik weet eigenlijk niet wat ik dan zou moeten gaan filmen. En het moet dus niet een kanaal dan worden met echt kinderen. Het moet niet de focus zijn op kinderen, maar meer focus op misschien het leven van een vader met die kinderen of zo. I don't know. Als ik het wist, had ik het al gedaan. En als het alleen aan mij had gelegen, hadden de kids dan anders geheten. Nee, de kinderen die hebben gewoon de namen die wij samen bedacht hebben. En daar stonden we alle twee ook gewoon volledig achter. Dus de kinderen heten gewoon zoals wij beide wilden dat ze zouden gaan heten. Ze hebben overigens alle drie voornamen ook nog eens. Dus mochten we een voornaam hadden waarvan de ander zoiets had van, nee, dan hebben ze nog die altijd als tweede of derde naam gekregen. Gaan jullie nog wel eens met het hele gezin op pad? Nee. Nou goed, weet je, het is misschien prima. Er zijn misschien mensen die dat heel goed kunnen doen met elkaar. Maar nee, ik doe dat niet. Gaat misschien wel in de toekomst een keer gebeuren op het moment dat kinderen moeten afzwemmen of zo. Maar niet echt als gezinsuitje. Nee, dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren. En ik denk dat Natas dat ook niet ziet. Voel je je soms een beetje eenzaam als de kinderen bij Natas zijn? Lonely, I'm so lonely, I have nobody on my own. Nee, ik voel me eigenlijk nooit eenzaam. Ik ben ook eigenlijk altijd wel gewoon een paar leuke dingen doen, niet thuis en ook niet alleen. Daardoor gaan we ook naar de volgende million dollar question die door heel veel van jullie gesteld is, en dat is of ik een nieuwe vriendin heb. En ja, die heb ik. Ik zal heel kort en krachtig over zijn. Ja, die heb ik. Oké, moving on. Zou je nog meer kids willen hebben? PS, je bent een topvader. Nou, dankjewel. Ik vind allereerst heel lief dat je dat zegt. Het lastige van nog meer kinderen krijgen is dat op het moment dat je daar samen bent en die andere kinderen, de kids, gaan dan naar
hun mama of naar hun vader. Dat kindje blijft dan thuis. Dat is toch niet leuk? Die kinderen groeien met elkaar op en dan moet de een moet, altijd thuis blijven en de ander gaat dan weg. Waardoor dat kindje alleen thuis is. Met papa en mama wel, maar dan gaan hun stiefbroertjes en stiefzusjes gaan dan weg. Het zou toch raar zijn? Ik weet het niet. Ik vind het lastig. Dan een vraag over mijn onderburen. Zijn de onderburen inmiddels gewend aan het hebben van een drieling als buren? I don't know. Maar de buren hier beneden hebben ook een flink nachtleven. En heb ik inmiddels gemerkt. Dus ik denk dat we allebei niet zo moeten zeuren hier. En ik doe dat niet. En zij doen dat nu ook niet meer. Dus ik probeer er wel een beetje rekening mee te houden. Maar goed. Ik denk het niet. Ik denk dat het allemaal goed gaat zo. Dan denk ik dat we wel een beetje bij de laatste vraag zijn aangekomen. Dat vind ik een hele mooie vraag. Welke normen en waarden zou je aan de kinderen willen meegeven of willen bijbrengen in dit leven dan? En dat is etiketten. Ik vind het belangrijk dat ze bedanken als ze bij iemand komen of geweest zijn. Ik vind het belangrijk dat ze netjes groeten als ze ergens binnenkomen. Ik vind het belangrijk dat ze met twee handen aan tafel zitten, op tafel eten. Dat zijn allemaal etiketten die heb ik ook meegekregen in mijn opvoeding. En ik vind dat gewoon een stukje degelijkheid en netjes zijn. Als je ergens gegeten of gespeeld hebt, wat ik al zeg, dan bedank je. Oudere mensen of onbekende mensen spreek je aan met u. Persoonlijk zouden ze nooit tegen mij u hoeven zeggen. En het liefst ook niet tegen andere familieleden. Ik vind dat familie is familie en ik ben opgevoed, daar zeg je geen u tegen. U zeg je tegen mensen die wat verder van je afstaan. Andere mensen zijn op een andere manier opgevoed. Het is maar net wat je gewend bent, denk ik dan. Ik denk niet dat dat een stukje met respect te maken heeft. Maar voor oudere mensen en onbekende mensen vind ik dat ze ze aan moeten spreken met u. Nou, dat soort dingen vind ik norm en waarde is eigenlijk gewoon respect. Be kind. En dat denk ik dan wel, ja. Lieve kijkers, ik denk dat dat alweer de Q&A was. Mocht ik je vraag over hebben geslagen, I'm really sorry. Maar ik kon natuurlijk niet alle vragen beantwoorden hier. Ik heb een beetje de vragen gepakt die dus het meest gesteld zijn. Mocht je echt nog een dringende vraag hebben of denken van, nou Phil, dit is ook wel leuk om aan te pakken. Laat het dan achter bij mijn Instagram in een privéberichtje. En ik probeer erop te reageren. Dat kan bij Dr. Phil. Ik zet de link nog eventjes hieronder en in de video omschrijving. Thanks weer voor het kijken en doe een duimpje omhoog. Als je het een leuke video vond, doe een duimpje omlaag. Als je het geen leuke video vond, en dan zeg ik eigenlijk van joh, doe niet zo zuur. Als je het geen leuke video vond, had je maar door met skippen naar iets anders. Want ik heb mijn best gedaan om er weer een leuke video van te maken. En de kids hebben ook hun best gedaan om stil te zijn en niet... Papa raadt dat een beetje door nu, hè? Zeg maar ja. Ja, oké. Dankjewel, schat. Thanks voor het kijken. Is hij klaar dan nu? Is de Q&A klaar? Ah, hij is klaar.